Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Goeiedag, ik ben Bart Klaas. Ik ben afkomstig uit Rumst. Ik ben 30 jaar. Ik ben in Rumst ook gemeenteraadslid voor mijn partij, het Vlaamse Belang. Ik ben tevens de jongere voorzitter van onze partij, met de Vlaamse Belang Jongeren. En ik kom bij komende verkiezingen op voor het Vlaams parlement. Ik sta op de derde plaats in de provincie Antwerpen. En in het Vlaams Parlement zou ik mij heel graag bezighouden met twee thema's: energie en mobiliteit. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben, ik ben opgegroeid. Ik ben van Rumst afkomstig, maar ik ben opgegroeid in Boom. Dat is de gemeente daarnaast. En Boom was een gemeente die van in de jaren 90 eigenlijk al heel snel te maken kreeg met heel veel immigratieproblematiek. Er was heel veel immigratie naar Boom. En dat bracht ook gevolgen met zich mee. Criminaliteit, drugsgebruik, aanrandingen, diefstal. Mijn ouders hadden er ook een kleine zaak. Ze hebben ook allemaal te maken gekregen met die problemen. Ik heb gezien hoe dat mijn vader in elkaar gemupt werd door, door een groepje allochtonen. Uh, Sharia for Belgium is eigenlijk opgericht geweest in Boom. Dat waren die jongens afkomstig uit Boom, dat heeft wel veel invloed op mij gehad, zeker als puber. Ik ben toen beginnen nadenken over uh, identiteit, cultuur, nationaliteit, immigratie. Die kwesties hebben mij aan het denken gezet over politiek. En ik ben zo ook terechtgekomen bij ja, eerder rechtse partijen, met name het Vlaams Belang. Ik ben toen gaan studeren, heb ik een paar mensen leren kennen, waaronder Toon van Grieken. En uh, die heeft mij op termijn uh, binnen de partijpolitiek getrokken. Welke quote heeft u gekozen? Ik wil eigenlijk eerst een quote van Roger Stone gebruiken. Uh, die heeft ooit eens gezegd: uh, Politics is like show business, but for ugly people. Maar ik wil, ik wil eigenlijk liever, liever niemand uh, beledigen. Dus ik heb uh, misschien een andere quote gekozen. Dat is: uh, Mijn propre est haute. Dat is van de uh, Franse politicus Jean-Marie Le Pen. En dat betekent eigenlijk, uh, ja, je moet eigenlijk gaan voor uw uh, ideologie, idealisme. Je moet, niet de, je moet de lange, harde weg kiezen, niet de korte weg naar uh, makkelijk postjes pakken en, en, en in de regering komen. Maar tegelijkertijd eigenlijk niks van uw programma, niks van uw ideologie verwezenlijken. Dat komt daar eigenlijk op neer. Idealisme is belangrijker dan, dan de korte, makkelijke weg nemen naar, naar uh, even in de regering zitten, maar tegelijkertijd uw programma verlogen en eigenlijk niks verwezenlijken. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb er verschillende. En, en, ik, ik, ik ga eigenlijk vandaag voor Ronald Reagan. Hij was veertigste president van de Verenigde Staten van Amerika van 1980 tot 1988. En voor mij wel een heel belangrijk figuur. Hij heeft eigenlijk de Koude Oorlog beëindigd. Hij heeft communisme op de knieën gekregen. En uh, ja, door iets te doen waar eigenlijk niemand mee bezig was, zeker de voorgaande presidenten niet. Uh, hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat we gaan niet langer steeds maar uh, compromissen sluiten. We gaan niet telkens weer, als we een slag krijgen, zomaar de andere wang aanbieden. We gaan vrede bekomen door sterk te zijn. Hij is zijn land eigenlijk gaan versterken, economisch maar ook militair. En dat lag toen bij heel veel mensen heel moeilijk. Uh, maar hij is er wel in geslaagd en ik denk dat dat de enige manier is, je moet aftreden, weggaan van die appeasement politiek, We dat in Europa in het verleden ook gedaan, maar dat leidt eigenlijk tot enkel maar grotere problemen. Hij heeft daar dus niet aan meegedaan, hij is Amerika gaan bewapenen en dat is ook de enige, dat is, dat is, dat is gelukt eigenlijk, om zo de koude oorlog uh, te beëindigen, vrede door sterkte te tonen, door kracht te tonen. En Reagan, ja, ik heb ooit eens een, uh, enkele jaren terug, of vorig jaar, een artikel over hem gelezen, denk uit 1980, daarin knak stond. En dat dus eigenlijk de manier waarop ze toen al in de pers uh, schreven over die persoon, doet eigenlijk heel hard denken aan, aan hoe dat bijvoorbeeld sommige media vandaag de dag omgaan met, met Donald Trump. Mocht hij in een artikel de naam Ronald Reagan vervangen door Donald Trump, dan ga je eigenlijk bijna... Dezelfde bangmakerijlezer die je vandaag over iemand als Donald Trump of andere rechtse politici, die ze dan vaak als populisten uh, wegzetten, uh, gaat tegenkomen. Terwijl die man eigenlijk weinig verkeerd heeft gedaan, hij heeft uh, zijn land economisch heel hard vooruit geholpen. En zoals ik al zei, is hij erin geslaagd om uh, de Koude Oorlog toch wel op een vrij vreedzame manier uh, te beëindigen. Wat zijn uw politieke interesses? In eerste instantie, natuurlijk, immigratieproblematiek. Dat is heel belangrijk. En ook de uitholling van de soevereiniteit en de democratie die wij in ons land kennen door instanties die zichzelf heel veel macht toe-eigenen, zoals bijvoorbeeld de Europese Unie. Maar hier in het Vlaams parlement wil ik mij de komende jaren, mocht ik verkozen zijn, bezighouden met twee thema's. Dat zijn mobiliteit en energie. Mobiliteit, waarom? Ja, mobiliteit in ons land trekt eigenlijk op niet veel. Of je nu de wagen moet gebruiken of het openbaar vervoer. Je gaat in beide gevallen heel veel tijd verliezen. De wagen, iedereen staat, of die veel mensen die dagelijks naar hun werk moeten gaan, staan soms urenlang in de film. Mobiliteit is een ramp, zeker in ons land. Zeker als je dat gaat vergelijken met verschillende andere westerse landen, onze buurlanden, waar het allemaal toch wel iets beter verloopt. Uh, openbaar vervoer, dan gaan ze vaak zeggen: ja, je moet meer gebruik maken van het openbaar vervoer, maar het is ook vaak geen oplossing. Er zijn vaak niet genoeg middelen, niet genoeg bussen, trams of treinen om een persoon op een makkelijke manier van punt A naar punt B te brengen. Uh, vanmorgen heb ik ook weer de trein genomen van Mechelen naar Brussel. En dan, als je in Mechelen de trein moet nemen in de Spits, dan is de kans heel groot dat je moet rechtstaan. En dat is structureel, dat is bijna elke dag. En mensen betalen ook allemaal evenveel voor, voor een treinkaartje of een abonnement. Dat zijn dingen die blijkbaar niet worden aangepakt. Dus daar knelt toch wel een beetje het schoentje. Daar uh, moet dringend iets aan gedaan worden. De mobiliteit moet op een heel andere manier bekeken worden. We moeten niet altijd maar in een verhaal gaan van minder, minder, minder. Minder auto's, minder dit, minder dat, minder energie en zo. Dat vind ik verkeerd. Uh, de politiek moet er zijn om dienst te verlenen aan de burgers. En de burgers moeten er niet zijn om te dienen voor de overheid. Dus dat moet helemaal veranderd worden. De mobiliteit moet beter gemaakt worden. En we moeten daarbij ook durven kijken naar hoogtechnologische innovatie. Ik zie dat ze in Nederland al bezig zijn met... Studies te maken over dingen als de Hyperloop van Elon Musk, hoe je heel snel mensen door een soort van vacuumbuis, een soort van speciale trein, makkelijk van een stad naar een stad kunt brengen. Dat zijn dingen die we zeker ook, daar mogen wij niet achterblijven, dat zijn dingen die wij ook moeten bekijken. Het uh, tweede thema waar ik me heel graag mee wil bezighouden is het energievraagstuk. Energie is heel belangrijk en bepaalde partijen bepleiten een kernuitstap tegen 2025, dat is over minder dan zes jaar, maar u moet weten, momenteel, de energie die wij opwekken in eigen land, 50% bestaat uit kernenergie, 50% komt uit kernenergie, en dat is nog niet gelijk aan de energie die we gebruiken, want van de energie. we maken niet eens zelf genoeg energie, we moeten dat vaak gaan kopen in het buitenland, heel duur kopen, met name Frankrijk, waar ze niet zo naïef zijn als hier, en wel kerncentrales openhouden en goed onderhouden. Dus uh, van alle energie die we verbruiken is 60%, Keren energie en sommige partijen willen dat dus volledig stoppen tegen 2025. Dat is vrees ik een beetje waanzin en ook heel gevaarlijk voor de toekomst van ons land. Enerzijds, onze bedrijven hebben heel veel energie nodig. Ik denk aan de petrochemie in de haven. Die willen heel veel mensen te werk stellen. Mocht er niet genoeg energie zijn, gaan die bedrijven niet kunnen draaien. Dan gaan die verhuizen naar het buitenland. Wat ervoor zou zorgen dat heel veel mensen werkloos worden en we heel veel economische schade oplopen in ons land. En twee. Er gaat zelfs niet genoeg energie zijn voor onze gezinnen te onderhouden of de energie gaat bijzonder duur worden, waardoor er nog veel meer energiearmoede gaat komen, die er nu al een beetje is, want energie is best duur in dit land. Dus uh, het energievraagstuk is uh, iets waar heel veel uh, ambitie in getoond moet worden en waar ik mij met heel veel plezier zal mee bezighouden de komende jaren. Wat kan er anders en beter in de politiek? Bijzonder veel. Ik denk dat de missie van het Vlaamse Belang er ook altijd wel in, in heeft bestaan om die uh, toch wel gefaalde en, en een beetje zelfs corrupte Belgische politieke structuur die we hier kennen, die eigenlijk een optelsom is van twee democratieën, die toch wel te vervangen door een nieuw soort systeem uh, met een nieuwe soort overheid die echt wel gecontroleerd wordt uh, door, door de mensen zelf. Uh, en ik denk ook dat we ons de vraag moeten stellen, waarmee moet een overheid, waarmee moet de politiek zich eigenlijk nog bezighouden? Ik denk niet dat een overheid zich moet bezighouden met het runnen van een tv-zender of een radiozender. Dus VRT mag voor ons eigenlijk verkocht worden. Ik vind niet dat dat de taak is van de overheid. Ik denk dat wij ook ontzettend hard kunnen snoeien in het aantal parlementen en regeringen die dit land rijk is. Voor de Vlamingen moet er eigenlijk nog maar één parlement zijn, dat is dit, dat is het Vlaams parlement, het enige legitieme parlement voor de Vlamingen. Uh, dat zijn de soort zaken, denk ik, uh, om de politiek en beleid terug dichter bij de burger te kunnen krijgen, moet de democratie zich ook dichter bij de burger afspelen. Dat is één ding, dus minder parlementen, minder regeringen. En ik denk dat wij ook heel veel werk willen maken van directe democratie. In andere landen heb je er al, hier mag je dat zelfs niet van de grondwet, referenda, dwingende referenda organiseren, dat mag je hier blijkbaar niet. Ik denk dat we daar wel werk van moeten maken, dat de burger ook rechtstreeks mee kan beslissen over bepaalde thema's en dat de politiek ook wel gebonden is door die beslissing van de burger. Dat zijn thema's waardoor ik denk dat het politieke landschap of het politieke systeem. ...in ons land wel beter zal kunnen functioneren in de toekomst. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Uh, ik, heb, ik heb een krant bij. Uh, niet zomaar een krant. Dat is uh, het nieuwsblad van 9 november 2016. En uh, dat is de dag na de Amerikaanse verkiezingen. En we zien hier op de cover? Dat is uh, Hillary Clinton. Zij was kandidaat. Maar uh, zoals iedereen wel weet... Uh, ...heeft zij de verkiezingen niet gewonnen. Maar het heeft... Uh, de redactie van het nieuwsblad niet belet uh, om haar toch al op de cover te zetten, terwijl de resultaten nog niet binnen waren, uh, omdat ze er toch van overtuigd waren dat, dat Hillary Clinton zou verkozen worden tot uh, president van de Verenigde Staten van Amerika. En dat is, denk ik, een beetje tekenend voor het medialandschap waar wij in Vlaanderen in zitten, dat uh, volgens mij toch wel heel hard links is, of misschien eerder anti-rechts, waar ook voornamelijk linkse meningen. Aan bod komen. en Dat vind ik een beetje jammer. Zeker als je dat vergelijkt met andere westerse landen waar toch veel meer vrijheid is, waar je ook uh, rechtse meningen vaker aan bod uh, voelt komen in, in, de, in de traditionele media. Ik uh, kan u bijvoorbeeld het voorbeeld geven van de VRT. Ik ben nu drie jaar ook jongere voorzitter van het Vlaams Bank geweest. Ik ben nog nooit een uitnodiging gekregen van de VRT. Niet daarop zitten wachten. Maar als ik dan zie dat de VRT wel bijna maandelijks andere jongere voorzitters uitnodigt in de studio, uh, lijkt het soms alsof ze bepaalde politieke figuren willen lanceren en andere liever doodzwijgen. Dus dat vind ik een beetje jammer. En daarvoor uh, had ik gekozen voor deze krant, die toch wel ja, symbool staat, denk ik, voor uh, het probleem dat we momenteel in de media hebben.